Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom bij de finale van Pokémon Pearl. Ik heb vorige aflevering een compilatie geüpload waarbij jullie zagen hoe erg ik werd ingemaakt door Cynthia. Het was niet het allerleukste van de wereld, maar ik heb speciaal voor jullie de hele Elite 4 geherstart. Ben weer teruggegaan met mijn oude save-file voordat ik de Elite 4 binnenging. En ik heb mijn Pokémon getraind. En we hebben nu echt een badass team. Ons team is echt heel erg goed. Dat is ook de reden waarom er een tijdje geen Pokémon Pearl is geweest. En in plaats van Pokémon Pearl, juist Pokémon HeartGold Egglock is online gekomen. Maar laten we niet te veel over die andere serie praten. Laten we kijken naar ons team. Iedereen is een mooi level. Ik heb ze allemaal tot level 75 of 57 getraind. 75 zou ietsjes te veel zijn. Allemaal tot level 57 getraind. En tijdens de Elite 4, die trouwens heel wat makkelijker was, heb ik ze ook allemaal een klein beetje kunnen levelen. We hebben hier Pissige Kat. Met Thunderbolt, Thunder, Thunderfan en Crunch. We hebben hier Eric Eagle. 58. Met Bounce, Fireblast, Flare Blitz en Flamethrower. We hebben hier Pesco Fury. Close Combat. Force Palm, Dragon Pearls, Aura Sphere en hij is level 57. We hebben Teleier met Toxic, Hyper Beam, Healing Wish, Blizzard en hij is level 57. En zoals jullie kunnen zien... Java, hou je bek dicht! De fucking kut Java. Altijd tegen mij zeggen dat ik moet updaten. Maar wil ik niet, want ik ben aan het opnemen. Sorry, spijt me. Zoals jullie kunnen zien heeft Teleier een nieuwe move, namelijk Toxic. Ik heb besloten om de TM toch maar op Teleier te gooien. En het gaat ons waarschijnlijk, hoop ik, toch wel helpen bij de Garchomp. Ik hoop echt dat dit geweldig goed gaat. We hebben Marie van level 58, onze starter. Level 58, zoals ik al zei, sorry. Surf, Brine, Blizzard en Waterfall. Beetje waterige moveset, maar hey. Wat kan je eraan doen? En dan D, level 57, Aerial Ace, Fly, Close Combat en Brave Bird. Dit is ons team waarmee wij deze game gaan uitspelen. En zoals bij elke Let's Play is het gewoon cool om je uiteindelijke team te zien en in de Hall of Fame te zien. En hopelijk kunnen wij daarvoor zorgen. Ze gaat beginnen met een Spirit Tomb, dus ik weet niet echt wat het allerbeste is. Misschien kunnen we met Teleier proberen om gewoon die er alvast in te zetten, want het is een Spirit Tomb, die kan niet veel doen tegen Teleier. En een Toxic op te zetten en dan terug te wisselen naar een andere Pokémon die best wel snel is en helemaal kapot kunnen maken. Dus dat gaan we doen. Eén probleem is, Toxic die kan nog wel eens missen. Dus ik zit eraan te denken om deze, om uiteindelijk als het echt mislukt allemaal, om deze elixir nog te gebruiken en dan mijn moves nog een beetje aan te vullen. Maar we beginnen in ieder geval met Teleier. Dus let's go! En ik heb dit stukje al 3 keer gelezen, maar we gaan het nog een keer doen. Have you been keeping well? Thank you for Mount Coronet. I'm truly grateful. Together, you and your Pokémon overcame all challenges you faced, however difficult. It means that you've triumphed over any personal weakness too. The power you've learned, I can feel it emanating from you. But that's enough talk. Let's get on with why you're here. As the Pokémon League champion, I accept your challenge. Bitch, je gaat je baan verliezen. Oké dan. Dit gaat spannend worden. Ze is nog steeds heel sterk. Ze zit nog steeds rond de level 60. Level 66 zelfs is haar sterkste Pokémon. Dus het gaat best wel spannend worden. Oké, Teleier. Wat we dus gaan doen, we gaan gewoon meteen de fucking Toxic opzetten. Boeit me niet wat ze hier zeggen. Natuurlijk mis je. Kom op, Teleier. Je accuracy is niet zo slecht. Oké, dus we hebben nu Toxic opgezet. Ze gaat zo meteen wel een Full Restore gebruiken. Dus laten we eventjes zoveel mogelijk damage bij haar doen. En dan zorgen dat ze haar Full Restores al bij de eerste Pokémon kapot maakt. Misschien was het dan niet zo heel erg slim om al meteen Toxic te gebruiken. Maar hey, wat doe je eraan? Oké, dan Psychic. Dat kan D wel handelen, toch? Ja, dat kan die wel handelen. Niet zo heel erg goed, maar hij kan het handelen. Ik denk dat een Brave Bird wel heel veel damage... Ja, kijk eens aan. Als ze nog geluk hebben, dan killt dat in 1 keer. Maar ik weet niet... Kom op, D. Overleef dat, please. Nee, oké. Fuck jou, D.
Nee, dat overleeft hij net niet. Oké. Dit gaat al meteen niet goed. Kijk, daar gaat mijn telefoon. Dat is niet de bedoeling. Even kijken hoor. Pissige kat, ga jij er eens even in. Oké, dan. Ze gaat nu natuurlijk healen. Dus ik ga gewoon de healing predicten. En dan gaan we gewoon een revive gebruiken. Even kijken. Nee, ga jij maar eventjes lekker geheeld worden. Zo, en kijk. Daar is de volgende star. Ik wist het wel. Jij met je grapjes, Cynthia. Oh. Oké, even kijken hoor. Het handige aan Speertoep is, hij heeft weinig health. Dus we kunnen proberen om eventjes... Hij heeft wel gelijke special attack en special defense. Special defense en normale defense. Dus het maakt niet echt uit wat voor moves je gebruikt. Maar een Thunder, zoals ik nou het heb gedaan, gaat hopelijk wel wat helpen. Een fucking Silverwind, kom op. Dat doet toch helemaal niks tegen pissige kat, joh. Kom op zeg. En een Thunderbolt. En dat maakt jou helemaal kapot. Pak jouw Spiritomb. Eerste Pokémon helemaal neer. Dat is mooi. We hebben D ook nog nodig voor dit volgende deel van het gevecht. Geloof het of niet. Dus dan is het niet zo heel erg handig dat hij nu op deze helft is. We gaan even kijken. Hoeveel H... Oké, jij hebt nog 3 Toxic. Oké, we gaan dus... Even kijken wat we hier gaan doen. We kunnen Marie inzetten, want dan tankt hij een beetje de moves. Alleen dan ben ik bang om de vrije wissel te verspillen met D. Ik kan proberen om de Gastrodon te toxicen. En dan met D er nog op in te gaan. Want Telei die kan best wel wat tanken. Kom op zeg, kunnen we meteen healen in de tussentijd? Dan kunnen we erin gooien. Want zoveel gaat een Gastrodon niet tegen D doen. Hij heeft wel een Rock-type move, dus daar moeten we voor uitkijken. Oké. Toxic meteen gekregen. Helemaal geweldig. Oké. We hebben ook altijd nog in het geval dat Healing Wish op Telaier. Dus ja, kijk, daar heb je al Stone Edge. Daar ben ik dus een beetje bang voor. Maar zoals jullie kunnen zien, Telaier tankt echt alles. Dit is nice. Ik voel me nu ook echt gewoon zo'n hele professionele Poketuber. Want heel veel Poketubers tegenwoordig die dan Let's Plays maken, die geven echt alleen maar commentaar zoals dit. Ik geef nu alleen maar dit commentaar, omdat ik commentaar wil geven. En ik wil goed op de game kunnen letten. Maar normaal vertel ik natuurlijk allemaal verhalen. Maar dat kan helaas nu niet. Maar heel veel YouTubers doen echt alleen maar commentaar geven over de game. Kan ook wel eens leuk zijn om te kijken. Alleen dan denk je zo van ja, maar dit commentaar heb ik eigenlijk al 80 keer gezien. Is het nog nieuw? Even kijken. Telei moet hier wel weg. Ja, D kan ik inzetten. Maar dan krijgt hij sowieso een klap. Als het maar geen Stone Edge is, dan vind ik alles prima. Het is Earthquake. Oké. Lekker. Dat gaat goed. Ja, Brave Bird is natuurlijk wel het allerbeste. Alleen dan nemen we wel... Nou, fuck it. Gebruik gewoon Brave Bird. We zijn sowieso sneller. En we hebben de Quick Claw. Hier hebben we trouwens net ook alle items kunnen zien. Jullie weten precies waar ik mee in dit gevecht ga. Dus dan zitten we allemaal op dezelfde pagina van wat ik allemaal wel en niet kan doen. Gebruik gewoon Guillotine, Matt. Ja, maar ik heb geen Guillotine. Nou, fuck jou dan. Oh god, daar is Stone Edge. Ja, dat is super effectief. Nice! Dat is echt oprecht nice. Ik dacht dat we daar dood van zouden gaan. Maar nee hoor, D is een motherfucking tank. Nou, niet echt, want T-leier is onze tank. Hij is een tankleier. Dat is die. Jullie dachten dat er allemaal voor teringleier stond. Nee hoor, hij is gewoon tankleier. Even kijken. En dan hebben we nu natuurlijk Milotic. Nou, ik heb daar gewoon een pissige kat voor. En raad eens wat pissige katten graag doen. Die gebruiken nog best graag Thunderbolt of Thunder. Weet je wat? Ik ga gewoon echt proberen om Thunder te gebruiken. Yes! Het werkt gewoon! Oh, dat is nice. Dat doet waarschijnlijk wel heel veel damage. We zijn nu heel wat sterker dan eerst. Vorige keer deed ik dat ongeveer bij de helft. Dus dat zou net iets... Ja, dat doet net ietsjes meer. Dat is nice. We zijn sneller dan de Milotic. Oh, Mirror Coat. Oh, we krijgen die hele Thunder terug. We krijgen die... Fuck jou. Oké. Ze is deels ijstype, dus... Dan kunnen we altijd Pisk of Jurid nog opzetten. Aura Sphere. En dood. Oké. Mooi. En was dat nou een critical hit? Ik zag het niet. Ik was aan het versnellen. Sorry. Goed zo, Pisk of Jurid. Je doet het. Oké. Hier komt een andere Lucario. Dat is een beetje kut. Ja, het is niet zo handig om Telaier in te zetten. Want Telaier is en gedamaged. En het is een normal type. Dus het lijkt mij het beste om gewoon Pisk of Jurid in te houden. Naar de Max Potion te gaan. D te healen. En dan vervolgens te hopen dat we nog ergens een vrije wissel kunnen krijgen. Misschien kan ik alvast wat damage bij hem krijgen. Misschien door zelf even een dragon. Oké, doei. Dat is goed. Dat is goed. Lekker hoor. Nou, dan gebruiken wij maar gewoon D.
En ik denk dat een Brave Bird wel echt hele goede... Ik denk niet dat Ariel Ace gaat killen. Maar misschien een Brave Bird? We zijn sneller. Ah, Brave Bird killed net niet. Kut. Maar dit zouden we... Oké, ja, Power Sphere is wel... We gaan daarvan dood. Oké. Eric Eagle, je bent niet sneller, maar je kan het tanken. Flamethrower. Oké. Alles is nog goed. Geen paniek. Oké, dan komen we nu bij de guard... Oh, ze zet de guard jump nu in. Nee. Dat verpest echt alles. Oh, dat verpest echt zo erg alles. Oké. Ik ga dit gebruiken. Om een max potion te gebruiken. Op T-layer. Oh, dat verpest echt alles. Dat verpest zoveel voor ons. Ik ben hier echt heel erg bang voor. Maar T-layer kan... Oh, Giga Impact. En je mist! Sukkel! Hey. Oké, dan. Even kijken. Een revivie. Wie is het beste? We hebben zo meteen ook nog een Roserade. Maar ik denk dat ik beter eventjes kan focussen op wat Garchomp doet. Hij is Dragon Ground. Dus Marie en Tela... Mijn team gaat hier echt niet wat tegen doen. Nou, tenminste, D kan hier wel wat tegen doen. Want D kan vliegen en zo. En dus Ground-type attacks zoals Earthquake zullen D niet raken. Dus ik denk dat het beste is om D te healen. Misschien? Denk ik? Oh, dit is zo eng. Brick Break, ja. Dat is niet zo mooi. Level 66 ook. Ja, dit tank je niet. Basically, alles wat deze gast op ons gooit, daar gaan wij dood van. Oké, hij mist gewoon zijn Giga Impact. Dat is handig. We hebben onze tank hier buiten. Dus als we deze Garchomp kunnen kapotmaken, dan hebben we gewoon gewonnen. Oké, dat is eventjes de situatie waarin we zitten. Als we dat niet kunnen doen, dan hebben we verloren. Dan hebben we gewoon verloren. Oké, Giga Impact. Dat is een normal type move. We zijn een tank. Dat zou je moeten bieven. Toch, T-Eier? Het gaat echt heel langzaam naar beneden. Ja, dat bieven we. Nou ja, niet zo heel erg veel, want dat damage nog steeds. Even kijken hoor. We hebben nog 3 Pokémon over. Plus de... Nou ja, we hebben nog genoeg revives. Dus we kunnen altijd door blijven reviven. Wie is het best om nu... ja, kijk. Hij zit aan de Toxic. Alleen het probleem is... Ze gaat zo meteen sowieso een Full Restore gebruiken. Dus of we moeten een attack doen die zo in je range is. Dat die poison haar net nog killt. Maar weet je, het handige is aan Toxic. Toxic wordt per beurt steeds sterker en sterker. Dus als ze nou nog een paar beurten kunnen stallen met gewoon bijvoorbeeld een beetje te healen. Want hij gaat ons niet vermoorden in één hit. Dat doe je gewoon niet bij een Blissey van 57. Ook al ben je een level 60 kaartje op. Je hit, one hit, niet zomaar een Blissey. Lijkt mij het beste om een beetje te stallen. Dan te wisselen naar D. D is hopelijk is onze snelste. D is onze snelste Pokémon. 1 Brave Bird. Plus nog een Toxic Damage erbij. Vermoord die hele Garchomp gewoon. Dan kan ik daarbij ook nog gewoon een beetje Blizzard gaan spammen op die gast. Giga Impact, ja, dat denken wij wel. Wij gaan niet dood van. Zelfs niet. Misschien wel van crit. Ik weet niet of we dood gaan van crit. Nee, we gaan sowieso niet dood bij een normale. Even kijken, hij hoeft niet te rechargen. En dat doet gewoon goede damage, die Blizzard. Oké. Voor de fucking win! We hebben gewonnen, boys! We moeten nog een Pokémon of twee, maar we hebben gewonnen! T-Layer, you did it! Al die mensen die aan het haten waren op T-Layer, zo van, je moet T-Layer van het team halen. Dat waren iets van 2 mensen of zo. T-Layer kan dit gewoon, hoor! Fucking yes! Oh, oké. We gaan nog niet in D. Dit is ook haar laatste Pokémon. Oh, we hebben dit gewonnen. Een Roserade gaat... Roserade is sterk, maar die gaat niks doen tegen een Rapidash en een fucking Staraptor. Was even de naam kwijt. Oh my god. Dat zou niet moeten kunnen. Even kijken. Ik heb ook gewoon echt al mijn items verkocht om al mijn healing items te kopen. Want zo erg paranoïde ben ik voor dit gevecht. Oh, Tela, je heeft ons gewoon gered, denk ik, met die Blizzard. Ik wist niet dat Blizzard zoveel zou doen. Nee, tenminste, natuurlijk gaat het veel doen, want het is een Dragon-type natuurlijk. En mijn Blizzard is gewoon van ijs.
Maar ik had niet verwacht dat ze zoveel zou doen. Weet je wat, we tanken nog eventjes gewoon. Misschien kan Teleier gewoon nog een kill eraf halen. Ik bedoel, hij heeft Blizzard en dit is een Grass-type Pokémon. Dus voor de zekerheid heal ik nog eventjes Teleier. Heal ik daarna nog Rapidash, want ik wil dit niet verliezen, oké? Okay? De serie duurt al lang genoeg. Oh. Energy Ball, ja dat tanken wij. Geen zorgen, geen paniek, no panic. Kein stress zoals de Duitsers dat zeggen. Kijk, zie je, dat doet gewoon niks. Cynthia, je kan het maar beter gewoon opgeven, joh. Je gaat helemaal neer. Dit krijg je ervan als je mij 3 keer vernedert voor YouTube. Maar Matt, je bent de gast die het zelf op YouTube zet. Maakt niet uit! Oh, ik ben blij. Extrasensor. Ik weet nooit hoe ik dat op moet zeggen. Extrasensory, volgens mij. Ja, zo spreek ik. Ik sprak het vroeger altijd uit als extrasensory. Maar dat is totaal niet hoe je het moet uitspreken. Oké. Teleier, Blizzard, dat ga je niet missen, want Blizzard heeft een soort van een hoge kans om te raken. En sowieso, we gaan dit gewoon... Ik zou de Toxic kunnen opzetten voor... Nou nee, ze is een Poison type, dus dat gaat niet werken. Of misschien, ik weet niet. En hij avoided the attack. Oké, dat maakt niet uit. Dat kan. Roserade, ik zie het, je wil niet dood. Maar ik wil ook niet dood. Dus, als jij gewoon even geraakt kan worden door de Blizzard, dank je... Dan zijn we allemaal tevreden, behalve jij, want jij gaat dood. Oh. Misschien doet dit is nog op een level 60 Roserade. Kijk, zie je, dat doet best wel veel damage. Oh, I won't let this end yet. This is way too much fun. Oké. Extra sensory. Oké, dat gaat niet veel doen. Ofwel, misschien kilt het Teleier, je weet het niet. Ik weet nu al, als ik nu al met dit level zo vaak moet healen... om mijn Pokémon in leven te houden, dan gaat een Nuzlocke op Hard Gold niet makkelijk worden bij de champion. Ik weet... Yes! Yes! We did it! We fucking did it, mate! Teleier, you sexy little fucking sweetheart. Oh, ik hou van je. Die kill ook gewoon van Teleier op fucking Garchomp. Ik was zo bang voor die Garchomp. Oh man, we zijn nu de nieuwe kampioen. We did it, boys. We did it. That was excellent. Truly an outstanding battle. You gave the support your Pokémon needed to maximize their power. And you guided them with certainty to secure... I can't speak, sorry. I'm a fucking stupid motherfucker. To secure victory... You have both passion and calculating coolness. Aw, thanks, bae! Together, you and your Pokémon can overcome any challenge that may come your way. Those are the impressions I got from our battle. I'm glad I got to take part in the crowning of Sinnoh's new champion. Come with me, we'll take the lift. Let's go! Oh. En zo meteen komt volgens mij ook nog Professor Rowan zo van... Hey, Aida, ik ben er ook nog. Je hebt dan wel niet mijn Pokédex gevuld. Maar ik ben wel trots op je. The room ahead is the Hall of Fame. Ja, daar is hij hoor. Altijd die professors komen aan het einde, joh. Soms vechten ze zelfs met je om kampioen te zijn. Je weet het maar nooit. Erlies, your last battle was splendid. Oh, hello, Professor Rowan. That child I enlisted for my Pokédex project has come this far. It's only natural that I come to witness the child's crowing glory. Erlies, I shouldn't call you a child anymore. Maar ik ben nog steeds iets van elf of zo, dus... Boeien. You've grown into a real champion. Professor, you still enjoy the enthusiasm that kids bring to your research, don't you? Elise, step this way, please. Professor Rowan, I need you to cover here as well. I need you over here as well. La 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 la. Oh, dit is zo cool. We zijn bijna bij de credits, boys. De meest heartbreaking moment van de hele game. It's been a long time, well, since I last entered this room.
If it, your last time here was when I became champion, then yes, that would be quite a long time. Is Professor Owen nou gewoon de vorige kampioen, of was hij gewoon de gast die altijd meekomt om de een of andere reden? Elise, welcome to the Hall of Fame. Your names will be recorded for posterity here. What you are leaving are the memories of your adventure so far. It's time to record your names, you and your Pokémon. Remember, your Pokémon are partners that grew with you through the many challenging battles. This machine will take a permanent record of you, of your achievement. Daar gaan we, boys. Hall of Fame. Oh, oh, oh. Dit is toch echt prachtig. Oh, welcome to the Hall of Fame, Taillier Blissey. Oh, fucking Eric Eagle. Yes, boys. Best Kafuri, of course. Onze Lucario. Oh, dit is zo mooi. Pissige kat, de meest pissige kat van de hele wereld, is er. Onze starter Marie. I love you, Marie. Oh, en natuurlijk Day, met de naam naar een of ander boekkarakter of zoiets, weet ik veel. Oh, Elise. Kijk eens naar dat team, boys. Kijk eens naar dat mooie, mooie team. Oh, ik ben trots op dit team. Echt waar, ik ben echt trots op dit team. Er zijn best gewoon elke keer als ik een Let's Play eindig, dan is het zo cool om je team, zoals ik net al zei, in de Hall of Fame te zien. En dan denk je aan, ja, ik heb al deze Pokémon gevangen en getraind tot het punt waar ze nu zijn. En dan denk ik zo van, wat is je favoriete team wat ik heb gehad tot nu toe? Ik bedoel, we hadden natuurlijk Pokémon Emerald die we hebben afgemaakt, Pokémon Leaf Green en dan nu Pokémon Pearl. En al de teams waarmee ik eindigde, behalve in Pokémon Leaf Green, want daarbij gingen een heleboel Pokémon dood en had ik last minute en het is een paar Pokémon gepakt. Maar Pokémon Emerald bijvoorbeeld, dat is nog steeds mijn favoriete Let's Play die ik tot nu toe heb gedaan voor Pokémon. Oh, jullie kunnen alleen niet het onderste scherm zien. Ah, dat is echt kut. Ah, dat is echt kut. Jullie zien alleen maar de wolken. Ach ja, maakt niet uit. De credits, mooi. Maar ik vind het team wat we hadden in Pokémon Emerald wel echt gewoon mijn favoriete team wat we tot nu toe hebben gehad. Maar van Pokémon Pro is ook super cool. Gewoon, het is gewoon zo gek dat je zo'n connectie kan hebben met pixels van een game. En dat je daarmee op zo'n groot avontuur gaat om ze allemaal te trainen. En dan zie je op het eind van het spel, dit is jouw team. Hiermee heb je gewonnen. Dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Oh, allemaal mensen. Oh, 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 de credits. Het is echt jammer dat jullie het onderste scherm niet kunnen zien. Ik heb gelukkig voor Pokémon Heart Gold, de egglock daarvan, heb ik gelukkig wel gewoon een layout, zodat jullie dat allemaal kunnen zien. Oh man, graphic leader. Attacko Uno! Oh, oh, oh. En nou gaan we naar alle Pokémon zo meteen ook kijken. Maar dat kunnen jullie denk ik niet zien. Of ik kan misschien... Wacht, misschien... Nou ja, dat kan ik maar beter niet doen. Anders verkloot ik weer allemaal dingen met de opname. Ach ja, maakt niet uit. Komt vanzelf wel goed. Oh, oh, oh. Wat een avontuur, mensen. Echt waar. Dit Pokémon-avontuur. Het was door Pokémon Pearl, door Sinnoh heen. Sinnoh is een van mijn favoriete regio's in Pokémon. Het is ook gewoon echt een heerlijke game. Om doorheen te spelen. Oh, op het onderste scherm worden op dit moment alle Pokémon laten zien. Waarmee je door de game bent gegaan, als het goed is. Ja, die kan ik jullie niet laten zien. Sorry. Ja, alle Pokémon die ik heb gevangen, die zitten nu op het onderste scherm. Dus sorry dat jullie dat niet kunnen zien. Rip. Nee, maar... ik heb echt heel erg genoten van deze Let's Play. Deze Let's Play was echt heel erg leuk om te doen. Want het was door een van mijn favoriete Pokémon games. En sowieso, Pokémon avontuur is altijd leuk. En het is gewoon heel erg gek. Het lijkt nog steeds gisteren dat ik deze Let's Play ben begonnen. En dan is die opeens klaar. En het is altijd zo'n goed gevoel om dan weer... Ik zeg dit bij elke serie die ik afsluit. Dat zeg ik altijd. Het is zo'n goed gevoel om dan een serie te kunnen afsluiten en het woord finale te kunnen neerzetten. En dan te zeggen van ja, ik heb deze game uitgespeeld. Ik heb weer een serie afgemaakt. Is gewoon leuk. Ik wil iedereen die heeft gekeken naar deze serie echt heel erg bedanken. Want het was een heel leuk avontuur. Pokémon Pearl, net zoals elke Pokémon game die ik speel, is de meest populaire serie op mijn kanaal. Want het is Pokémon. Ik denk dat de meeste mensen wel voor Pokémon komen bij mij. Je kan me zo wat een Poketuber noemen. Maar ik vind het toch wel leuk dat elke keer als ik een Pokémon game
stop, meteen weer een nieuwe Pokémon game erbij. Gewoon elke keer altijd Pokémon op kanaal, wat er ook gebeurt. Altijd volgende Let's Play van Pokémon, volgende Let's Play van Pokémon, dat we er allemaal klaar mee zijn. Wat niet gaat gebeuren. Maar ja, dit avontuur, oh ja, natuurlijk nog een Pikachu erbij, hè. Fuck jou, Pikachu. Ga maar lekker weg. Maar ja, wat valt er nog over dit avontuur te zeggen? We hebben zoveel meegemaakt, zoveel leuke afleveringen. Weer een hele afspeellijst, weer een hele serie die helemaal klaar is. Altijd als ik een serie afsluit, denk ik dan altijd, ja, dit is leuk voor later. Mensen, en misschien ikzelf, kunnen later deze afspeellijst aanklikken. En dan deze hele serie terugkijken, van begin tot eind, de hele game van A tot B. En dan eindigen hier lekker bij de credits. Nou ja, dat is meestal zo, want soms heb je ook wel eens aftergame. Bijvoorbeeld in Pokémon Platinum of Pokémon Fire Red heb je altijd nog een aftergame. Die deed ik niet in Leaf Green, maar als ik nog eens een keer Fire Red ga spelen, ga ik zeker ook de aftergame spelen, maar dan heb je ook natuurlijk de aftergame. Die speel je dan na de hele credits. Maar in principe is altijd mijn doel gewoon hele serie lang en dan eindigen met de credits. Je hebt ook heel veel YouTubers die gewoon de credits compleet skippen. En daar heb ik altijd zo'n hekel aan. Dan denk ik zo van, nee, laat de credits zien. Het is belangrijk. En dan doen ze het niet. En dan ben ik weer, oh, Satoru Iwata. No. I'm sad now. Wat een prachtige sterrenhemel, zeg. Finn. Niet eens van een vis. Dus ja, mensen. Dit was dus de Pokémon Pearl Let's Play. Was weer eens een leuke game. En zoals altijd, gaan wij nog eventjes terug de game opstarten. Ja, Twinleaf Town, Elite Four Champion, ik weet het. Helemaal mooi. Zoals altijd gaan wij nog eventjes naar Pokémon Center toe. Natuurlijk is mijn moeder man, alsjeblieft. Klappen, ja, is goed. Snowpontje zit hier, bakkes. Blijf jij maar lekker tv kijken. Zo, we gaan eventjes snel vliegen. En dan gaan we alle Pokémon uit de box weer even bekijken. Want dat doe ik aan het eind van elke serie. Het is een traditie en we gaan geen traditie stoppen. Oh, Jubilife City. Het is zo'n raar gevoel dat je door deze hele game bent gegaan. In zo'n korte tijd dan ook weer. Oké, dan, laten we eventjes kijken naar de Pokémon. Te beginnen met de squad. Even kijken, hier is box 2. We hebben veel Pokémon gevangen deze serie. Natuurlijk, Teleier. Een fucking Eric Eagle. Een Pesco Fury, pissig kat, Marie, D. Zulke leuke Pokémon. Ik weet ook gewoon precies waar ik ze heb gevangen en waarom. Deze drie motherfuckers zijn de oudste van het hele team. Die zijn gewoon van het begin van de serie. En dan kwamen deze later natuurlijk. Met Pesco Fury de jongste. Oh, en Blissey. Ik wist dat jij voor grote dingen bestemd was toen ik jij dat ei kreeg. Hebben jullie nog Shy? Ja, want hij is gewoon Shy, denk ik. Geodriehoek. Onze MVP van, ja, HM's, denk ik. Shiny. Omdat dit geen shiny is, denk ik. Nee, omdat, ja, je hebt de blauwe vorm en dan in een bepaalde game zeggen ze dat de blauwe vorm shiny is. Ik heb geen idee waarom. Kut Pikachu. Ja, Pachirito is gewoon een kut Pikachu, maar toch hou ik van hem. Stoner. Wie houdt er nou niet van een beetje stoner, hè? Ook Sander met je grapjes. Zubatman. Where are they? Ja, ze zijn daar zo. Oh. Oepsaier naar een klein leuke Pokachuber natuurlijk. Bloemkool. Waarom de fuck heet je Bloemkool? Race. Dat was vanwege dat event waar ik nog steeds geen enge flikken van snap. Hoest. Waarschijnlijk hoest ik heel erg veel, weet ik veel. Known. Het is gewoon flauw. Derp. Hey, het is ook gewoon een derp, hè. Munching O. Oh ja, want hij heeft een grote bek en hij muncht op dingen. En Munching Orange, natuurlijk. Relevant. Hij is zeker relevant. Bunnykill. Oh, Bunnykill. Jij had op het team gekund. Ik ga echt een keertje een Bunny aan mijn team toevoegen. Echt waar. Shiny. Nog een keer. Wat? Oké, ik wil het nu weten. Ik wil het nu echt weten. Staat hier een dingetje bij van Shiny? Nee. Waarom staat dat er? Heb ik dan toevallig ooit een keer een Shiny gevonden? Die gewoon heel veel lijkt op de normale vorm. Ik heb zoveel vragen. Obama Snow natuurlijk. Gaspar. Oh, Flipper. Spacent. De legendarische Pokémon Spacent. Ah, oh, dat ik jou niet heb kunnen gebruiken. Rowlet Bro, want het is de bro van Rowlet. Chinding. Heb ik de... Oh ja, dat was na die ene Pokémon. Die ene ruil Pokémon. Die we toen hebben gekregen in Leaf Green of zo. Dat was Farfetch'd. Alexander.
Geen idee waarom. Ferdinand. Waarom de fuck heet hij Ferdinand? En dan komen we hier natuurlijk bij de kijkers. 2Gaming en... Hallo. Dave is na 5. Dutch boy of Duck the boy. Lenny boy 998. We hebben hier nog... Meneer Banaan. Maxman 966. Grappig dingetje. Die Maxman 966 had nog nooit een aflevering Pokémon Pro gezien. Hij kijkt de aflevering waarbij ik kijkers heb gevangen. En opeens ziet hij dat hij een Bibarel is. De Hunter. Radical J. Nice, nice. Eamon is moi. Burgerbrot. Tommy Boy NL. Nice, nice. En Yunfi Games. Ik ga dit echt een traditie houden. Laatste Pokémon die we vangen. Is gewoon legendarische Pokémon. We zijn een half uur bezig. Het meeste deel is gewoon credits. En de Pokémon bekijken. Oh. De mensen die dit kijken zijn echt de MVP's. Oh, het was toch echt een heel erg mooi avontuur, jongens. Echt waar. Iedereen die deze serie vanaf het begin af aan al kijkt. Iedereen die deze serie helemaal heeft gekeken. Dankjewel voor het weer meegaan op dit geweldige Pokémon avontuur. Ik heb heel veel plezier gehad. Ik hoop jullie ook. En het laat alleen maar weer zien, hey, we blijven gewoon doorgaan met deze Pokémon games. Je ziet ook mijn commentaar en alles wat ik doe, zie je per serie ook gewoon steeds weer verbeteren. Oh man. Dit is het dan, jongens. Ik ga eventjes nog één slaapje houden. Dit was dus de Pokémon Pearl Let's Play. Vonden jullie deze serie leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik ga nu eventjes lekker vingeren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.